In maart van dit jaar hebben we als Noordkop Centraal aandacht besteed aan de wens van graffiti-artiest Bob Timmer uit Schagen voor een Graffiti Hall of Fame op de skatebaan bij de Spartahal. We vroegen toen aan wethouder Joke Kruid hoe zij hier tegenaan keek. Ik vind dit op zich een heel goed idee om de verdere verrommeling in het straatbeeld, zoals die nu al jaren is, tegen te gaan. Wanneer komt het hier? Nou, ik heb dit in het college van BMW ingebracht gisteren en men was daar positief over. Denkt u nog dat het dit jaar gerealiseerd gaat worden? Nou, volgens mij moet dat wel lukken. Inmiddels is het begin december en we vroegen ons af hoe het er nu mee staat. Het staat daar als volgt mee dat in de planning zit dat de skatebaan, de renovatie daarvan, dat in mei daarvan de aanbesteding gereed is en dat men hoopt om voor de bouwvak daarmee te kunnen beginnen. En dat dus ook het college zich uitgesproken heeft en dat in de organisatie nu ook is uitgezet om te komen tot die zogenaamde Hall of Fame. En dat we daar dus alle pogingen voor in het werk gaan stellen. Daarom gaan we er ook naar kijken of er meerdere plekken, meerdere locaties beschikbaar zouden kunnen komen om dit te gaan doen. Maar dus ook bij de skatebaan? Dat ligt wel in de bedoeling, ja, om daar een muur te maken. Dus de toezegging die aanvankelijk was voor het eind van dit jaar is het er, gaat nu naar medio 2021, dan is er een Hall of Fame. Dan gaat men beginnen met die werkzaamheden. Dus ik weet dat ik toen gezegd heb, toen u mij daarover interviewde in maart, van ik hoop dat dit voor het eind van het jaar zijn beslag zal krijgen. Dat was ook omdat ik wist dat het dan in samenhang met de renovatie van het skatepark zou gaan gebeuren. Maar door allerlei oorzaken heeft die niet plaats kunnen vinden tot op heden. En dit moet vanuit openbaar gebied. En daar moet mee samengewerkt worden met samenleving. En daarom is nu dit de laatste planning die ik dus heb mogen vernemen.